Nou, hallo. Leuk dat je kijkt naar deze video. Ik ga vandaag een paardentaart maken. Het heeft me heel veel moeite gekost om dit op te zetten. Maar we hebben er zin in. En Bel die heeft al van alles gepikt. Dus ik heb iets minder. Tot deze jonge dame zoveel honger had. Ik heb heel veel penen. Ik heb als het goed is slobber. Ik moet nog water bij pony. Ik heb ook water. Ik heb fibra. Ik heb mandarijn. Ik had geen appel. Nou, ik had er wel één. Alleen deze. Dit madammetje was zo vriendelijk om die voor mij op te eten. Dus ik heb een peer, mandarijn. En bananen. Ook biks. En ik heb hier mijn water staan. Bel, nee, niet doen. Bel gaat ons af en toe nog wel even lastig vallen, maar we gaan gewoon beginnen. Kst. Ook een vorm. Die is ook heel belangrijk als je een paardentaart gaat maken. En ik heb ook suiker, honing op. Oké, hier heb ik ook nog kleine worteltjes. Het zijn of voor de sier of om Bella weg te halen. Dus die leg ik voor de zekerheid op daar neer. Ik heb peren. Oh, deze is een deukje. Oh. En hoe? Twee mandarijnen. Nee, die kan je niet eten met schil. Ik heb een banaan. Ik heb ook, ik weet niet, vanille. Oh, ja. Vanillesuiker. En natuurlijk taartvorm. Ik heb hier ook, voor mij zit mussel en nog de slobber. Dat is één van die twee. Ik denk dat ik later bij de slobber ga doen. Ik heb ook een mes om de been te snijden. Hartstikke. Maar daar moet je wel voorzichtig mee doen. Dus ik pak even. Dit is warm water, dat is echt heel heet. Oké, mijn medepresentator die heeft een klein probleempje. Ze wil alleen maar eten. Dus nu komen die peentjes toch nog van pas. Ja, kijk. Hoe peent. Hoe. Kom, weer nog water. Ik hoop dat het genoeg is. Volgens mij niet. Nee. Oh, dikke wallen. Ik heb helemaal slobberhanden. Maar die gaat nu opzij. Ik heb mijn handen afpakken. Ik ga nu allemaal dingen snijden. Hier, op deze onderkant. Want dan wordt het uiteindelijk toch ook gewoon weer vies. Ik begin met... Oh, daar gaan we weer. Als deze penen nog overleeft, oké, het gaat me lukken. Het gaat me gewoon lukken. Oh, ja. Wat ga ik nu doen? De peer. Ik haal dit eraf. Ja, ik heb ergens een kanon. Lekker. Mag ik wat eten? Nou, eigenlijk niet. Ik ben wel echt blij dat ik iets voor me heb gepakt. Alle peer is klaar. Ik ga nu beginnen aan de banaan. Jullie moeten ook abonneren op mijn kanaal. Eigenlijk die hard voor paarden. Dus van Kim, ik, mijn moeder. En Bella en Henja, Rona. Hier beneden. Rode knop. Ik hou altijd deze dingetjes tussenuit. Kijk, dat is een hele pittige. Daar. Ik hou het tussenuit. Vind ik niet lekker. En de paarden die hebben ook rechten. Net zoals mij. Dus. Dan. Ik hoop dat de mandarijn nog niet op is. En dan komt het niet door mijn pony. Dat komt door mij. Oké. Ik ben klaar met mijn dingen. Nu is het probleempje. Het ligt hier allemaal. En als ik dit weghaal, dan denk ik in ja. Oh, wacht. Oeh, het was nog. Woehoe. Ik heb me zo mee. Slobber. Ik het water kan vinden. Oh. Gaat er water doorheen? Oh, dit is iets te... Ja, maakt het uit. Ik ga eerst beginnen met een... Oh, jeetje. Een laagje peen. Moesje!
snobber over. Nu ziet het taart er zo uit. Ja, je kan het wel een beetje zien. Ik hoop het. Hier zit nog een stukje peer. Dus daar gaat iemand overheen. Even kijken wat er nog over. Dit gaat naar Bella toe. Ik ga er nu allemaal beetje van huis gooien. Tot er mooi uitziet. Ik ga nu wat geven. Ik ga eerst een beetje naar Henja doen. Henja die is nu wel even aan het rijden. Maar dat maakt niet uit. Ga ik de rest daarvoor ook nog geven. Zo, ik ga even wachten op mijn moeder. Hier is mijn kunstwerk. Zo. Ik vind hem zelf echt heel goed gelukt. Ik zou nog één keer vertellen wat er in de taart zit. Op de bodem liggen wortels. Daarboven een laagje van slobber. Na een beetje biks. Daarna wat mandarijntjes. Nou, ook wel een beetje de laatste. En ook een beetje de laatste worteltjes. Mandarijntjes, peer, banaan, zulke dingen. Daarna weer slobber. Dat is de bovenste laag. Daar lag lekker veel. Want daardoor is het uiteindelijk ook zo'n torentje geworden. Dan heb ik er allemaal biks overheen gedaan. Hier eerst. Dan heb ik hier een biksje gepakt. Heb ik er peer bij gedaan. Heb ik hier weer wat slobber gedaan. Weer biks eroverheen. En wat fibra eroverheen. En dan wat suiker. Dat was het. Oké, het moment is gekomen. Bel heeft lang genoeg gewacht. Dus Tess gaat nu taart geven. Ze volgens mij heel te veel graag. Maar ze mag hem niet helemaal, hè? Nee. Zo. En vervolgens is Henja aan de beurt. Ja, hij rijdt licht, dus jullie hebben nu een... Misschien kun je ook bij haar gewoon maar een beetje in de bak doen. Dat is misschien wat verstandiger. Ja. En last but not least, ja? Ik heb een beetje door elkaar geschud. Lekker eten. Lekker in de bakkie.